up from the dance frame. In het programma Mijn Mooiste Plek nemen kijkers mij mee naar hun favoriete plek in de provincie Utrecht. Straks ga ik naar Groot Wilnis Vinkeveen, maar eerst wandel ik met Jacques Buizen over de prachtige Plantage Willem III tussen Elst en Rhenen. Dus dit is jouw allermooiste plek, Jacques? Ja, dit vind ik het mooiste plekje van Utrecht. Als je hier staat en je luistert naar de stilte en je kijkt om je heen, nou, dan voel je je in een heel ander land. Op een zonnige dag is het hier, met de dieren op de achtergrond en hier zo de savanne, is het alsof je in Afrika bent, op safari bent. Dat is ook het beeld wat ik had toen ik hier de eerste keer kwam. Hoe was dat? En toen was een zonnige dag en toen zag ik de runderen die je nu ook ziet, maar ook de koningspaarden en de damherten. En die liepen hier heel rustig te grazen. En nou, ik was gewoon op vakantie. En dat hier in Utrecht, vlak langs de weg. Je moet maar even van de weg af deze bomenrij voorbij. En nou, we zien wat je allemaal hebt. Fantastisch. Nou, kijk, dat zit zo. Hier verscholen in het Brabobos. Parasolzwammen zijn dat. En nou, die groeien opeens supersnel. En nou, dan krijg je zulke joekels. Heb je een beetje verstand van paddenstoelen? Ik weet alleen dat je ze allemaal kunt eten. Allemaal? Ja, maar sommige maar één keer. En deze? Volgens mij kun je deze niet eten. We laten ze mooi staan. We laten ze mooi staan, ja. Goed. Ja. 150 jaar geleden was dit hier een plantage en een tabaksplantage. Daar bedenk je warme oorden bij eigenlijk, hè? Maar het was echt zo hier. Warme landen en het is hier een koud land. Maar het is wel een warm stuk op de zuidhellingen van de Utrechtse Heuvelrug, waardoor er relatief veel zon was en waardoor ze, nou, 150 jaar geleden of 200 jaar geleden bedachten dat ze hier tabak konden verbouwen. Maar daar is niets meer van over, van die tabaksplantage. Het is nu een prachtig ja. Natuurgebied. Ja, in de loop van de tijd kwamen ze er toch achter dat tabak je makkelijker kon verbouwen in Indië. En het is nu, denk ik, 20 jaar of zoiets, is het natuurgebied. En nou, we moeten toch met z'n allen blij zijn dat dit zo'n prachtig gebied geworden is. En een prachtig gebied is het. Over de voormalige plantage is een wandeling van zo'n 5 kilometer te maken. U komt dan ook bij een opvallend komvormig gedeelte in het landschap. Boswachter Hugo Spitsen kan ons daar meer over vertellen. We hebben een echte professional erbij gehaald om eens wat uitleg te vragen over dit smeltwaterdal. Wat is dit, Hugo? Ja, dit is zoals je zegt een sneeuwsmeltwaterdal. En die is ontstaan in de laatste ijstijd. Kijk, we staan hier op de zuidflank van de Heuvelrug. Dus die is in de ijstijd daarvoor eigenlijk opgestuwd. Hè. Ja. Dat is dus behoorlijk hoog. En in de laatste ijstijd ging het niet zo meer te keren hier. Het landijs was hier niet, maar het was wel bevroren. En toen dat allemaal smolt, grote pakketten sneeuw, toen zijn er eigenlijk van die geulen ontstaan. Echt met een enorme erosie tot gevolg. En dat betekent dat het hier het zand weg is gesleten. En als je die kant op kijkt, zie je een beetje zo'n zandwaaier, puinwaaier liggen. En daar is het een beetje neergekomen. Het is een aardkundig monument, dit sneeuwsmeltwaterdal. En wij wouden graag dat weer in beeld brengen. En tegelijk was er een wens om op de Utrechtse Heuvelrug weer een serieus percentage heide terug te krijgen. In de 16e eeuw was het allemaal heide, was er helemaal geen bos. Nee. Dus we hebben hiervoor gekozen om het bos te kappen in dat sneeuwsmeltwaterdal. En daarmee leg je het weer mooi in zicht. En we hopen hier op den duur weer een heisrale vegetatie te krijgen. Hartstikke veel dieren hier dus. Damherten. Ja, ik zou zeggen koeien, maar dat zijn het niet, hè? Nee, het zijn Callaway-runderen. Dus het is wel een koe, maar het is meer een half wilde koe. Koningpaarden hebben we natuurlijk ook, waar we mee begazen dan met die.
soorten. En ja, een das bijvoorbeeld, hè, die een is das. Ook de laatste jaren hier in één keer gekomen. Dus dat betekent toch wel dat het ja, terrein aantrekkelijker hebben gemaakt. Wat maakt het terrein dan aantrekkelijk voor een das? Nou, wel een beetje dat die grote gazes hier lopen. Dus het is vrij schaal. Een das die houdt erg van regenwormen eten. Dat is het meeste wat ze eten. Maar omdat die koeien hier lopen en die paarden, we zien het toevallig niet hier in de buurt, maar die leggen hun mest op één plekje. En op die plek wordt het dus wat rijker. En er zitten allerlei insecten in. En daar profiteert die das heel erg van. Maar goed, jij weet dus waar dassen van houden. Maar hoe weet je dan op een gegeven moment van, nou, ik moest maar eens gaan zoeken naar een das? Of kom je dat gewoon echt per ongeluk tegen, die sporen? Ja, dat kom je tegen als je, ja, als je hier loopt. Omdat je hier toevallig op wat voor reden ook moet zijn. Nou, die zijn we bij zo'n plekje. Nu zie je inderdaad overal verse sporen. We zien hier dat hij gekrapt heeft in de grond. Ja, en daar. En daar een stukje. Kijk, en hier zie je ook dat hier in dat vermolmde hout aan de gang is. Dat ziet er ook heel erg vers uit. Zie je, dit is heel vers omgedraaid. En hier zie je ook die gaten waar die engelingen, wormen en zo doorheen hebben gevreten. En die zoekt hij dan op. Ja, daar zit hij lekker van te peuzelen. Daar zit hij van te peuzelen, ja. Nou, hier heb je dan zo'n kuiltje. Het is een beetje een oud drolletje, maar je ziet dat hij een mooi kuiltje heeft gemaakt. En dan zie je nog de restjes van zijn drol. Het glimt een beetje, hè? Ja, dat zijn allemaal schildjes, dikschildjes van kevertjes die hij heeft gegeten. Die verteert hij niet of zo? Nee, die verteren niet. Nee, dat is heel grappig. Dus ja, als je er een beetje in gaat zitten roeren, dan kun je precies zien wat hij heeft gegeten. Als u de plantage Willem III wilt bezoeken, dan kan dat. Het gebied is vrij toegankelijk als u op de wandelpaden blijft. Er is een vrije wandelroute uitgezet tussen Rug en Rijn. Volg de blauwe markering. Omdat hier runderen en paarden vrij rondlopen, zijn honden in dit gebied niet toegestaan. Voor meer informatie kunt u terecht op onze internetpagina www.rtvutrecht.nl/plek. Van de Heuvelrug in het zuidoosten ga ik naar de polder in het noordwesten van onze provincie. Hier is het landschap vlak en kijkt u over kilometers groen grasland. In Groot Wildnis Vinkeveen heb ik een afspraak met Helene Oudijk. Ze is schooljuf en woont al jaren in dit oer-Hollandse stukje Utrecht. Helene, naar welke bijzondere plek heb jij mij meegenomen? Nou, we zijn hier op de Veenkade in de Ronde Venen, eigenlijk de gemeente Wildnis. En nou, ik loop hier graag, ik fiets hier graag. Terwijl ik hier toch ook mijn hele, bijna mijn hele leven al woon. Waarom is dat zo mooi voor jou hier? De rust, de stilte. Ik vind het hier zo mooi. En het polderlandschap vind ik echt heel mooi. Ik vind het heerlijk om te kunnen kijken. Waar ik woon, kijk ik ook het land over. En daar kan ik iedere keer weer van genieten. Als ik eens even een dag in een bosrijk gebied denk ik... Ik ben weer terug op mijn stekje, ik kan weer kijken. Het weidse vind ik gewoon heel mooi. Ja. Het weidse en vooral het groene. Klinkt heel een beetje poëtisch, maar het gras is hier echt heel erg groen hoor. Ja. Ik kan er echt iedere keer weer van genieten. Dit gebied is eigenlijk op dit moment ook een beetje in ontwikkeling, hè? Kan je daar wat over vertellen? Ja, er worden graskanten afgegraven, er worden meer bloemrijke slookanten gemaakt. Er wordt ook weer stukken land teruggegeven aan de natuur. En dan krijg je een heel gevarieerd polderlandschap, een heel ander polderlandschap. Nou, is er één plek waar jij het allerliefst naartoe gaat? Nou, dat is aan deze Veenkade. Daar hebben ze, ik denk een paar maanden geleden, een uitkijktoren, een paviljoen gebouwd. En daar kun je niet alleen op de toren kijken naar het mooie weidse landschap. Maar je kunt er ook heerlijke koffie drinken. En dat is een hele erg leuke beloning als je hier fietst. Kom je daar even uit, je kunt daar even rusten. En het staat op een unieke plaats. Het is zo mooi. Je kijkt zo mooi over alles wat ik mooi vind aan de polder. Daar kijk je over uit. Oh, ik zie het al. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat jij bedoelt. Nou, kijk maar eens even. Jeetje. Mooi. Ja. En hier zie je ook al die slootkanten die dus teruggegeven worden aan de natuur. Ja, en je hoort dat de vogels er blij mee zijn, want ik hoor ze af en toe... En hier zie je helemaal, als je al die... Moet je eens kijken, al die schakeringen in groen.
Ga je altijd naar boven, eventjes? Altijd even, ja. Even naar boven. Even een rondje lopen. Ja. Je wordt er stil van, hè, van dit soort dingen. Ja, je hoort alleen de wind. En je hoort vogels. En verder hoor je hier helemaal niks. Ja. Mooi. De polder bij Groot Wildernis Vinkeveen is al sinds mensenheugenis boerenland en wordt met name gebruikt voor de veeteelt. Provincie Utrecht werkt samen met de boeren om het gebied landelijk te houden, maar tegelijkertijd natuurlijker te maken. Een van de boeren in dit gebied is Joost Samsom. Hij heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen en heeft echt hart voor zijn vak. Naast mij staat een trotse boer, volgens mij. Ja, tuurlijk, ja. We hebben net de koeien erbij ingebracht. En dat is een klusje dat je elke dag doet, hè? Zomers wel, ja. Ja. Winters natuurlijk niet, maar zomers gaan ze elke dag naar buiten. Ochtend en avond. En dan gaan ze dus weer naar binnen natuurlijk. Ja, ze gaan even naar binnen om gemolken te worden. Ja. En dan krijgen ze nog wat te eten op stal. Maar dan na het melken, dan gaan ze weer naar buiten. Dan gaan ze lekker het land in. En dat vind je mooi? Dat vind ik heel mooi. En dat hoort bij het landschap. En ik vind het gewoon een schitterend gezicht. Als je zo'n stoet koeien achter elkaar aan ziet lopen. En die steken er de weg over of zo. En ze lopen zo via het pad naar het land. Daar kan ik enorm van genieten. Ja. Want jij bent een biologische boer. Ja, we hebben een biologisch bedrijf. En daarbij is ook de weidegang verplicht. Dat is een voorwaarde. Voor mij dus niet moeilijk, want dat wou ik zelf ook al. De koeien buiten. En zo zijn er nog een aantal spelregels waar je aan moet voldoen. En daar heb ik geen moeite mee. We leggen de lat wat hoger, maar dat maakt het des te uitdagender. Wat voor band heb jij met je koeien? Ja, goed. Wat voor band? Ik heb vooral een band met het landschap. En daarin te werken. En die koeien die zijn er een belangrijk onderdeel van. En met de koeien zelf heb je ook wel een band, want het zijn toch individuen, het zijn allemaal karakters. Is het nog steeds zo dat de boeren om 4 uur op de koeien melken, allemaal 's morgens vroeg? Nee, 4 uur op doen we niet meer. Nee. Nee, gebeurt als ik 4 uur pas naar bed ga. Oh. Nee, maar 4 uur op, dat hoeft niet meer. Want we hebben niet meer zoals vroeger dat ze de melkbussen op kwamen halen. En dat ze op tijd aan de weg moesten staan. Ik begin meestal om 6:30 ongeveer. 7 uur ben ik echt aan het melken. En dan in de avond heb je natuurlijk ook nog wel wat dingen te doen. Dan ben ik ook nog zo iemand die er altijd weer dingetjes bij bedenkt. Ja, jij onderneemt van alles, toch? Dan, dat doe je dan in de tijd die je tekort komt. En wat doe je zo al? Kunnen het tal van projecten zijn. Het kan met machines te maken hebben. Het kan ook met het landschap te maken hebben. Met de natuur. En, natuurinrichting hebben we gedaan. Natuurvriendelijke oevers, daar staan we toevallig ook bij. Je ziet er niet alles aan, maar onder water zit er een overgang van het land naar het water. De hekken bijvoorbeeld die langs de weg staan, is een project geweest. Mm-hmm. De veenhekken worden ze ook wel genoemd. En die hekken die geplaatst zijn, die waren een beetje aan het vervallen. Ik denk, dat zou wel eens beter kunnen. Dus toen bedacht ik een project om mooie hekken langs de weg te krijgen. Wat zijn het voor hekken dan? Het zijn houten hekken geworden met ijzerbeslag erop. Waarbij de naam van het perceel staat. En dat vind ik gewoon leuk. Het zijn veelal de authentieke perceelsnamen. Maar we hebben er ook een aantal zelf verzonnen natuurlijk. En die zijn straks ook weer authentiek natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal dingen, dat vind ik belangrijk. En niemand die me zegt, dat moet je, maar... Je doet het gewoon allemaal. Het zit helemaal in je... Ik wil dat landschap, wat al zo mooi is, wil ik graag nog iets mooier maken. En zo mogelijk ook aandacht voor andere dingen. En hoe geef je dat dan weer door aan een volgende generatie? Aan de kinderen? Nou, kijk, ze zien natuurlijk wel mijn enthousiasme waar ik dat mee doe. Ja. Maar het is voor mij geen voorwaarde dat ze mij gaan kopiëren of zo. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, mijn zoon die werkt nu mee in het bedrijf en dat vind ik fantastisch. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar als hij het op een andere manier gaat doen, dan is dat zijn keuze. En, dat is dan ook goed? Ja, dat is goed. Hij hoeft niet hetzelfde te zijn. Ik ben ook niet hetzelfde als mijn vader. Nee. In Groot Wildernis Vinkeveen is het prachtig fietsen. De Ronde Venenroute is 22 kilometer en start vanaf het toeristisch overstappunt Vinkeveense Plassen
aan het Kloosterplein in Vinkeveen. Voor meer informatie over het gebied en de route kunt u terecht op de internetpagina www.rtvutrecht.nl/plek. Volgende keer ga ik naar het pas geopende parkvliegbasis Soesterberg. De luchtmacht is er vertrokken en heeft een prachtig verstild landschap achtergelaten. Daarna ga ik door naar de Maarseveense plassen, waar ik geniet van het water en een heel bijzondere Utrechter ontmoet. Tot volgende week.